En hallo iedereen, dat je kijkt naar een nieuwe video van Pokémon Leaf Green. Vandaag doen we weer Pokémon Leaf Green. Ja, en ik ga nog snel. Het is nu 7 over 9. En om 10 uur is Nederland. Maar ik ga nog snel even video's opnemen. Zodat ik echt... Ik heb nu nog 4 video's nodig. Dus het gaat me net niet lukken, maar... Ik ga in ieder geval zoveel mogelijk video's opnemen. Ze worden nu, deze paar worden nog een kwartiertje, zodat ik dan wat meer op kan nemen. Zodat ik bijna elke dag, 1 of 2 dagen, gaat er nog niks online komen helaas. Maar ik vind het wel heel knap dat ik er zoveel online heb gekregen. Nou, nog niet online, maar dat ik er zoveel heb opgenomen. Dat ik gewoon bijna de hele vakantie door gewoon video's kan blijven online gooien. Ja, dus dat vind ik super tof. Dus maar we gaan even snel beginnen, want het kwartiertje is niet zo heel lang. Dus we gaan snel beginnen met deze eerste battle. En dat wordt super episch en intens. En ik kijk naar buiten en het wordt nog niet eens heel erg donker. Het is maar hartstikke licht buiten. Nou, dat valt me nog niet eens mee, want mijn verlichting is... Even kijken. Ja, mijn verlichting is best oké. Daar is gewoon allemaal licht. Maar het valt best mee, dus vandaar ben ik heel blij mee. Want mijn verlichting is ontzettend kut, want daar heb je gewoon super vol ramen. Ik heb super veel licht en dan is deze hele kant helemaal overbelicht. En dat is ja, dat gebeurt nogal. Dus daarom moet ik altijd, als ik opneem, moet ik mijn gordijn dicht doen en mijn lamp aan. En daar kan ik opnemen. Oh wauw, supersonic. Wauw. Waarom moet je zo doen? Dat is toch niet leuk? Dat is niet leuk voor jou en niet leuk voor mij. Nu ben ik een beetje in de war. Ben ik nou zo dom? Ben jij nou zo slim eigenlijk? Ben ik op dit moment is hij heel dom en ik heel slim? Nee? Ik laat maar, ik zeg het allemaal verkeerd. Het duurt lang, huppakee, dood, zo doen we dat. Beetje snelheid erachter. Huppakee, level 35, gaat beginnen goed. Level 35, hartstikke fijn dit, hartstikke fijn. Oh, een Pokémon, oh nee, toch geen Pokémon. Jawel, het is een Horsie. Slam Dragon Rage, Dragon Rage is mij fucking sterk. Misschien is hij al in één keer dood. We zullen het zien. We zullen het zien. Nee, niet in één keer. Maar wel voor 3/4 deel. En dat is best veel. La 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 la. Dragon Rage en hij is dood. Zo dood als een dode dodo. Doe maar een dansje, want dat hebben we gewonnen. Ja. Yeah. Je mag best blij zijn. Je mag best even zo'n... Zo'n gevoel van binnen hebben. En dan, oh wacht, we hebben nog niet eens gewonnen. Laat maar, je moet je gevoel nog heel veel uitstaan. Dan mag je straks gaan juichen. Gaan we lekker juichen. Ik doe het niet zo hard, want beneden zijn nog meer mensen. Dus vandaar. Maar, anders had ik dat met veel passie en geschreeuwd. Zodat er buren aan de deur kwamen van, wat de fuck gebeurt hier? En dan ik zo van, ja sorry, ik was even aan het juichen. Ja, dat is niet zo effectief. Dus waarom doe je het nog? Ben ik hier nou zo slim? Of ben jij nou zo dom? Ik denk een combinatie van beide. Slam. Hartstikke dood nu. Hartstikke dood. Jawel. Oh ja, dit is hier op Skype. Er is iemand die verandert zijn naam continu. En nu heet hij Plexigras. Niet glas. Want dat staat Plexigras. Maar het is Plexigras. Ik weet niet wat die dat fucking wil bereiken. Het is een beetje een aparte gozer. En ik weet eigenlijk niet waarom ik op Skype heb. Ik weet eigenlijk helemaal niet eens of degene die ik op Skype heb ook wel de gozer is. Waarvan ik denk dat die is, als je me nog volgt. Oh ja, super snel. Even een beurtje. Oh, lekker. We gaan weer verder. En ik weet, want daar heb je net gezien dat er ontzettend veel water was. En dat water kan je alleen maar trotseren door middel van surf. En ik ga nou even surf halen. En ik heb gehoord, of eigenlijk weet ik gewoon, dat je surf kan halen. In de safari zone en in de safari zone. Nou, dit is de safari zone. En als je niet weet wat de safari zone is. Ik zal het even kort uitleggen. Ik zal het, nou, weet je, oh wat heb ik zoveel geld? Ik heb bijna gewoon 100.000 Pokémon dollar of zo. Hoppakee. Jawel. Ik zal het even kort uitleggen. Ik krijg 5 minuten de tijd en ik krijg 30 safari balls. En in die tijd moet jij. Kan je hier bijvoorbeeld in het gasje gaan. En dan kom je een Pokémon tegen. En dan is dit in dit geval een... Oh, een Heracross. Meteen een hele... Ik bedoel een Pinsir. Sorry, een Pinsir. Dus je kan 3 verschillende dingen doen. Je kan een bal gooien, een Pokébal. Een steen, zodat die weggaat. Of gewoon wegrennen. Of een bite, een snoepje. Ik ga in dit geval een snoepje gooien. Want dan blijft hij wat langer. Dan vindt hij me lief. Dan denk je van... Normaal gesproken vindt hij je dan lief. En dan blijft hij nog een paar de beurt, hè.
Maar in dit geval doet hij zo van ik pinger en dan gaat hij weg. Dus ik zal het nog een keer. Nu gooi ik per ongeluk de bal. En dit is dus de bedoeling dat je, ja, zo kan je Pokémon vangen, maar dat is dus best lastig, want je kan ze niet verzwakken. Hij blijft nu, hij is aardig, ik mag hem wel. Oh, ik ga weer een bal, ik wil eigenlijk een snoepje gooien. Ja, dus gooi je een bal en dan zie je gewoon dat het helemaal geen zin heeft. En dan gaat hij weg. Dus eigenlijk je moet het een beetje zo proberen te krijgen, dat hij niet weggaat, maar dat je wel lekker veel ballen kan gooien. Dus eigenlijk moet je hem ook in gewoon één of twee keer hebben, want anders gaat hij weg. Dus vandaar, dat is nogal irritant en ik ga even heel snel zijn, want je hebt maar 5 minuten. Oh, hier is gewoon een pokeball, die wil ik ook even oppakken. En voor mij helemaal ergens achter in de safarizone zit, krijg je surf. Dus, moet ik even een beetje tempo maken. Dus ik ga even nu niet zo heel veel... Oh, er zitten heel veel pokeballen, zeg. Nee, ik ga hier nog wel een paar afleveringen blijven als er door... Hier, hoppakee, pokeball, hoppakee, hartstikke leuk, een full restore. Dat heeft eigenlijk geen nee tegen. Hartstikke leuk. En deze gast. Wat heb je? How many did you catch? Oké, hartstikke leuk. Heb jij nog iets wat je mij wil geven? Helemaal niks. Wat zijn het voor onvriendelijke mensen hier? Er zijn gewoon één. Dat ik zo van één zin. En nou, flik maar lekker op. Zo. Het enige wat ik wel apart vind is dat je nu dat muziekje op de achtergrond hebt van. Tot het net als we dan een Pokémon gaat evolueren. Maar dat is helemaal niet het geval, er is helemaal niemand die evolueert. En zo te zien heb ik niet dan al. Geen idee, maar blijkbaar heb ik hem al. En we gaan verder. Oh, wat is dit toch een epische muziek. En een Pokéball, een Quicklaw. Geen idee wat je daarmee kan, maar het zal vast wel erg handig voor zijn. Hoppakee, we rennen lekker door en dan ho en dan zo en dan hierin en dan daarop en dan gaat dan Pokémon. Ik kom ook nog tegen een Execute. Had ik die niet al? Nee, die had ik niet eens. Dus gooi ik nu even een bite. Hier, een bite. Yay, en dan doet hij zo van is eating. En dan doet hij zo van yay. En dan gooi ik nu even een balletje en dan blijft hij misschien wel zitten. Nee, helaas. Shoot. En hij is nog steeds aan het eten, gelukkig. Dan gooi ik nog een bal. En misschien blijft hij nu wel zitten. Execute. Nee, helaas. Hij is nog steeds aan het eten, gelukkig. En ik gooi nog een bal. En zal die zitten? Nee, dat doet hij niet, helaas. Ik gooi nog even... Oh, ik wou even een schutje gooien. Maar ik gooi er per ongeluk een bal. Maar trouwens, als je al je ballen op hebt, dan ga je ook weer terug. Dan ben je ook weer terug. Dus op 5 minuten... Of al je ballen. Nou, ik weet niet precies of 5 minuten was. Dat was zo ongeveer iets. Het zou ook best langer kunnen zijn. Ik weet ook niet wanneer de tijd loopt. Ik weet niet of dat tijdens een battle of dat ook loopt. Dat weet ik niet. Ik heb maar zo ongeveer. Dat heb ik mij ooit een keer laten vertellen. Yes, we hebben hem. Victory. Ching. Nu heb ik nog een naam nodig voor deze execute. En daarvoor ga ik even heel snel naar de random board generator. Even opzoeken. Hier. Random woorden generator. Zo, willekeurige woordgenerator en wegcircuit. Dat vind ik een beetje een jammer. Dat vind ik jammer. Wat is dat woord rondwerven? Nee, filmtechniek. Distributiepunt. Wat staat... Wat? Teerlingspel. What the fuck is een teerlingspel? Als jij weet wat een teerlingspel is, laat even achter in de comments hier beneden. Teerling. Ik vind het zo apart woord dat ik hem niet eens ga gebruiken. Oké. Deze execute, die heeft een verslaving. En dat is namelijk, hij is nogal, komt er eigenlijk op neer dat hij nogal een beetje last heeft van, hij is eigenlijk een beetje, ja. Het
het komt er eigenlijk wel een beetje op neer tot hij een beetje... Hij is gewoon een beetje een apart geval. Hij is namelijk een beetje goklustig. Dus ik denk dat dat betekent dat hij houdt van gokken. Dat denk ik. Waarschijnlijk klopt het ook wel, maar ik weet het niet 100% zeker. We hebben in ieder geval één Pokémon gevangen en we gaan door. Het is een Rhyhorn met een hoorn op zijn snurf en de slurf op zijn snoet. Zo'n prik, zo. En ik gooi per ongeluk een bal en ik wou eigenlijk een snoepje. Een snoepje gooien. En daarom zit hij ook niet, ga je weg. Hij is watching carefully en I think hartstikke lief. Een bite, ik ga even een bite krijgen. Ja, voor de bite van. Goed. Hij is heerlijk aan het eten, ik gooi gewoon nog een snoepje. Weet je wat, één is niet genoeg, je krijgt er gewoon twee. En dat vindt hij dan opeens niet leuk. Oké, sorry hoor, ik heb niks gedaan. Eigenlijk wel, ik heb het nog gegooid. Hij vond mij eigenlijk gewoon een pedo. Zoiets zou kunnen. Steelwing, oh dat is een goede aanval. En hier zit nog een protein. Een protein. Eens kijken, dat is ook wel aardig. Hoppakee, geen Pokémon, hartstikke chill. En dan gaan we verder. En voor mij komt hier echt... Oh, nog een Pokéball. Golden Teeth. Oh ja, daar moest je ook wat mee doen met die Golden Teeth. Dat kan ik me nog goed herinneren. Die had je ergens nodig. Weet ik nog hartstikke goed. Double team. Hier krijg je voor mij surf. Dat zou best kunnen. Krijg je hier surf? Dat zou heel goed kunnen. Da-da. Een secret house. Oh, ik ben al gewoon de eerste. Ik ben geweldig. Yes, daar hebben we hem. Surf. Kaching. Het is surf. Jawel. Disable en dinges en lucky prize en dan... Yes, nou, daar ben ik blij mee. Weet je wat, ik ga meteen even aanleren aan de Pokémon. Eerst naar de back. Naar je backpack en in de backpack ga je naar jouw TM Chase. En daarin zoek je op Surf en dan use je hem. En dan use je hem bij... Kan Snorlax Surf? Kan hij blijven drijven op zijn buik of zo? Dus kijk, ik ga hem even aan regenworpen, want dat is dan een chille aanval om te hebben. Het is gewoon, ook al is het, laat maar zeggen, een TM die je niet af kan leren. Het is een hele chille aanval, omdat die veel damage doet. Kortzaam, hij doet gewoon veel damage. Hoppakee. En dat is een geweldige animatie die we gaan overslaan. Hoppakee, surf erbij. Zo. En nu kunnen wij, ik zal het even laten zien, over het water heen. En dat is super cool. En dan ben ik al overeind en dan van, oh, dat is leuk. Wat zit hier? Hier zitten mensen. En wat geeft hij mij? Helemaal niks. Die andere waarschijnlijk ook niet dan. Ik ga gewoon nu even wat Pokémon vangen en wat balletjes. Hier zie ik nog een balletje. Ik wil wel trek in een balletje hoor. Een Dudo, die heb ik al, helaas, pindakaas. Eens kijken, ik ben bijna 15 minuten bezig, dus ik ga zo afsluiten. Ja, deze video's zijn wat korter, maar het is of kortere video's of sommige of meer dagen geen video's. Dit is maar net wat jullie liever hebben. Dus dan denk ik zo, doe ik gewoon wat kortere, dat maakt niet zo heel veel uit. Een Nidoran, die heb ik nog, level 30 en die heb ik nog niet eens. Een bal. Blijf in mijn bal zitten, alsjeblieft, dankjewel. Nou, dat ging makkelijk. Een Nidoran. Dan pakken we even de random woordgenerator erbij. Nee. Wel een woord. Nee. Oh, dit is wel een leuk woord. Hallo. Nu zie ik mezelf namelijk, want dit is wel mijn opname ding. Hij loopt altijd door de modder heen. En hij is altijd heel erg... Hij kruipt over boomstammen. En daarom is het toch eigenlijk wel een... Het is een... Oh, voor mij past niet. Nee, voor mij gaat het niet passen. Nee, past niet. Sorry, volgende. Ander woord, sorry. Oh, dit is een geweldig leuk woord. Als dit geen leuk woord is, dan weet ik het ook niet meer. Het is namelijk een...
Op vakantie. Oh, heb je het ook wel, ja. En ja, dat had ik toch wel goed. Het is namelijk een baslijn, natuurlijk, een baslijn. Hartstikke leuk, zo'n ding. En wij hebben er één. Zomaar uit het niets kwam hij uit het gras, deze baslijn. En ik heb hem gevangen. Ik heb hem aan het lijntje. Kijk, een Nidoran. Vrouwelijke versie, die heb ik al, dus nee, dat wordt hem niet. Voor mij is het nu het einde van de video. Ja, 15 minuten al. Dus ik ga hem afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te likken, te abonneren, te reageren, te volgen op Twitter. En deze video te delen met al je vrienden. Dat laatste was heel belangrijk. Dat zou ik super lief. Dat zie ik super lief van je vinden. Dus doe dit even. Dat zou ik super tof vinden. Dan krijg je mij een blauw duimpje terug. Hé? Hey? Wat dacht je daarvan? Oh ja, Pokémon van de dag. Ik ga heel veel de bak erbij pakken. Heel veel. Uit het beeld, want de bak zit ergens achter in mijn kast. En hier is de bak. En de Pokémon van de dag. Dat gaat worden. Ik ga hem snel eruit halen. En het is. Deze. Het is namelijk een Quagsire. Quagsire is de Pokémon van de dag. Probeer hem snel te vangen. Want anders is het te laat. Pokémon van de dag, Quagsire. Hartstikke tof. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer met een nieuwe Pokémon aflevering van Pokémon Diefkring. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag. Ik weet niet waar dat dag met die duimpjes op sloep. Weet je wat ik doe? Gewoon dag.